Gerda, een van de opvallende tweelingzussen uit de geliefde serie Urk, heeft onlangs het heugelijke nieuws bekendgemaakt dat ze in verwachting is van haar tweede kindje. De vreugde van haar zwangerschap gaat echter gepaard met bezorgdheid. Ik heb echt wel angstige momenten gekend, geeft ze toe. Terwijl Gerda vol verwachting uitkijkt naar het moment waarop ze haar tweede kindje in haar armen kan sluiten, is het voor haar tweelingzus Mathilde een dubbel gevoel. Ze heeft zelf recentelijk een miskraam gehad, legt Gerda uit in een interview met Weekblad Privé. Ze hoopt ook snel weer zwanger te worden. Gerda heeft ervoor gekozen om al vroeg in haar zwangerschap het nieuws wereldkundig te maken. Ik kan gewoon echt geen geheimen bewaren, grapt ze. Bovendien worden we door de serie enorm in de gaten gehouden. Als ik ergens ben en ik sla een alcoholisch drankje af, valt dat meteen op in Urk. En aangezien ik gestopt ben met roken, verspreidt het nieuws zich snel. Dat wilde ik voor zijn, voordat het via via het hele dorp doorgaat. De eerste echo bracht echter de nodige zorgen met zich mee voor Gerda. Het kindje lag heel diep, dus we konden het niet goed zien. We konden slechts een glimp opvangen, maar het belangrijkste is dat het hartje klopt. Ik heb echt angst gehad dat het niet meer zou kloppen, bekend ze. Op de dag van de verhuizing had ik wat bloedverlies, en dat had ik eerder ook al gehad. Meestal duidt dit niet op iets goeds tijdens een zwangerschap. Gelukkig zagen we het hartje kloppen. In eerste instantie dacht Gerda dat ze, net als haar zus Mathilde, een miskraam had gehad. Ik heb er heel slecht van geslapen. Ik bleef maar denken aan de miskraam van Mathilde. Gelukkig kan ik het nu een plekje geven.